Een ontzettend warm welkom in deze zaal. Een ontzettend warm welkom op deze kennisdag. En zoals mijn collega, de volgende spreker, zo ook zei, ontzettend warm welkom omdat de hele wandeling door Costa Rica zojuist iedereen lekker opgewarmd heeft. Ik kan me voorstellen dat iedereen hier een klein beetje bezweet aankomt. Deze zaal maakt het allemaal wat aangenamer en wat prettiger. En ik hoop ook dat de ochtend voor jullie een aangename en prettige verpozing gaat zijn. Waar we allemaal eigenlijk het genot hebben van weer eens een keer met elkaar hier zijn. Zoals jullie zien hebben we de zaal heel groot opgezet. Dus voor iedereen die het fijn vindt om een beetje afstand te nemen in verband met toch iets stijgende grafieken in de coronawereld. Neem de ruimte. Maar voor de mensen die er echt last van hebben, die een klein snottertje hebben of die misschien zelfs al positief getest zijn. Er staan een aantal camera's in de zaal. Er zijn een aantal van uw collega's niet hier, die prikken wel in via Zoom. Dat betekent ook dat deze sessie wordt opgenomen. En vanuit privacyoverweging wil ik jullie daarop wijzen. Dat betekent dus wel dat het scherm wordt opgenomen, ik word opgenomen, de sprekers worden opgenomen, u niet. Behalve als u een vraag stelt zometeen. Dus wees ervan bewust, dat komt op de audiostream. Het kan zijn dat uw gezicht erop komt. Het kan zijn dat u morgen op een boer wordt gefotoshopt en u op de voorkant van de krant staat. Mijn naam is Sander Winkels. Ik ben directeur bij Rijkswaterstaat. Ik ben directeur van Rijkswaterstaat in Noord-Nederland. En ik ben gevraagd om deze dag voor te zitten. En dat doe ik met liefde en plezier. Want een van de vele dingen die ik in mijn gebied doe, daar staat mijn naam, dan weet u dat. Die ik met liefde en plezier in mijn gebied doe, is de verantwoordelijkheid dragen voor de waterveiligheid in ons gebied. Wat wel interessanter is, tenminste misschien wel voor u, is dat is over het algemeen uw vakgebied voor 100% van de tijd. Bij Rijkswaterstaat is het werk iets anders georganiseerd. Als directeur heb ik ook nog een aantal andere arealen onder mij, waaronder het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegensysteem en daarnaast pas het ook nog de waterveiligheidskant. Daar lopen natuurlijk wel een aantal dingen in elkaar over, maar ik moet zeggen, er zijn ook wel wat bijzondere verschillen tussen die twee werelden. Daar zal ik zo meteen nog wel even wat op ingaan. Maar voor ik op mijzelf inga, wil ik het echt even over u hebben. Want het is uw feestje en niet alleen mijn feestje vandaag. Ik reed hier de parkeerplaats op en ik was wel redelijk vroeg. En toch zag ik al een heleboel iedere mensen die voor mij hier waren. Dat vind ik altijd goed. En toen zag ik al een heleboel logootjes van waterschappen en van Rijkswaterstaat en van allerlei organisaties op al die auto's staan. Even checken. Wie heeft er geen auto met een logo? Ah, dat kan toch wel. Ja, dat is niet differentiërend genoeg. He, vervelend, vervelend, vervelend. Doe ik het anders. Collega's van Rijkswaterstaat, mag ik een handje? Even kijken. Hebben jullie allemaal een auto met een logo? Nee, ook niet? Oh, dat is sowieso die eerste vraag kun je helemaal vergeten. Had helemaal geen zin. Wie is hier vanuit één of misschien wel meerdere kennisinstellingen, zowel commercieel als academisch? Oké. Ja, nou, mensen twijfelen waar ze eigenlijk werken. Of hoe moet ik dat? Hoe zie ik dat? Oh, het is een hobby. Ja, nee, oké, dat snap ik het. Ja, precies. Waterschappen. Oei. Het is toch wel een eer dat ik namens het is een eer dat ik namens de minderheid van Rijkswaterstaat hier vandaag het dagpodium dan mag vullen. Dat vind ik wel interessant. Welkom allemaal. Zijn er nog mensen die, zeg maar zeggen, niet bij bedrijven, gewoon überhaupt commerciële bedrijven, niet per se een kennisinstelling? Ja. Nou, dat is wel ook wel heel beperkt. Iemand die zich helemaal niet thuis voelt in deze opsomming en zich... Oh, kijk nou eens. Met de trein, sorry? Ja, dat was ook ooit mijn hobby, dat klopt. Welkom. Hey, het thema van vandaag, beheer en onderhoud in turbulente tijden. En dan krijg ik een handreiking van de heren van de organisatie. En die zeggen, ja, turbulente tijden, weet je, weer, klimaat, Limburg vorig jaar, droogte, natte periodes. Eigenlijk hele bijzondere effecten die we op allerlei plekken geografisch gezien heel dicht bij elkaar zien, maar die heel veel van elkaar verschillen. En toen zag ik in die opsomming nog niet eens staan, spanningen aan de oostgrens, Oekraïne-oorlogen, grondstoffen die niet meer te verkrijgen zijn, inkoopissues, arbeidsmarkt. Misschien wel ver van tevoren bedacht dat dit het thema zou moeten zijn, maar misschien ook wel pregnanter en noodzakelijker dan ooit om met elkaar dat deel van onze wereld eens te verkennen. Hoe gaan wij als
beheerders, onderhouders, verantwoordelijken voor waterveiligheid om met alle uitdagingen in deze tijd? En hoe zorgen we dat we, nou ja, in de beweging waar we in staan, altijd weer het beheerdersbelang boven water houden en zorgen dat we, boven water in dit geval letterlijk, en zorgen dat we altijd in staat zijn om onze verantwoordelijkheid te blijven invullen. En dat is eigenlijk wel het thema waar we vandaag in de loop van de dag op verschillende manieren naar gaan kijken. Ik zal een slide verder klikken en dan ziet u even in hoofdlijnen het programma. Is dit te lezen? Want ik kan me voorstellen dat het programmaboekje is misschien wat meer... Ja? Zitten mensen met hele goede ogen vooraan en achteraan? Nee, zitten mensen gewoon zo in het programmaboekje, dat snap ik. De basis van het programma is, we hebben zometeen twee sprekers voor de pauze. En dan gaan we na de pauze door tot aan de lunch. Voor de pauze hebben wij een spreker die helemaal uit België is gekomen. Niet per se uit Costa Rica, maar wel uit België is gekomen. Die ons gaat vertellen over de testen die wij in de polders hebben gedaan. En wat wij daaruit kunnen leren. En een hele andere wereld die wij ook gaan beschouwen voor de pauze is... Hoe ziet onze toekomst er eigenlijk uit? En niet zozeer de toekomst van onze waterkeringen, maar vooral de toekomst met wie wij dit spel gaan spelen. En wie zitten er over 5, 10, 15, 20, misschien wel 30 jaar in dezezelfde zaal met onzezelfde belangen en onzezelfde doelstellingen. Middagprogramma, wat er tijdens de lunch gebeurt, zal ik straks wat dingen over zeggen. Maar misschien wil ik toch wel even een klein beetje duiden waarom ik de eer heb gekregen om hier te mogen staan. Ik ben ontzettend vereerd. Ik werd gevraagd door... een collega van jullie die bij Rijkswaterstaat werkt, Anker van der Heuvel. Ik kan me niet voorstellen dat die onbekend is in de wereld. En ik stond... er wordt over gelachen. Ja, hij gaat nog staan ook nog. Pas op, hè, je komt op camera als je dit doet. Ik stond met Anko op een dijk. Of eigenlijk, hoe heet het gezegd, op een zandige kering. Ik moet het altijd goed zeggen. Op Ameland. Een van ons areaal in Noord-Nederland waar wij een waterkerende verantwoordelijkheid hebben als Rijkswaterstaat. En Anko zei tegen mij, weet je, dit is het verhaal, dit is er aan de hand, hier kijken we naar, dit is de oorsprong, zo wordt het. Weet je, en in deze dynamiek gebeurt dit spel. En toen dacht ik, jezus, dit is wel een wereld die, nou ja, ik als civiel ingenieur, Delft opgeleid, betonbouwer, weet je, toch wel echt een andere wereld is van het natuurlijke areaal, wat ook een waterkerende functie heeft. En daar gingen een aantal kwartjes vallen waarvan ik denk, jeetje, dit is toch wel echt weer een andere wereld die tegelijkertijd hetzelfde is, maar wel spectaculair spannend is, die hele andere uitdagingen vraagt aan onze instandhouding. Ik ben altijd heel blij dat ik dan Anko mag meenemen en dat ik echt leer hoe het ook echt werkt. Ik hoop dat de sprekers vandaag jullie nog iets kunnen leren, want dat niveau, daar ben ik nog niet, zou ik maar zeggen. Ik ben namelijk pas een jaar geleden, ik ben begin vorig jaar bij Rijkswaterstaat gestart. Ik kom uit de treinenwereld, dus voor degene die met de trein gekomen is, daar weet ik alles van het beheer en onderhoud, van het asset management, van alles wat er in die wereld gebeurt. Maar Rijkswaterstaat, weet je, terug naar de civiel-technische routes wat mij betreft, maar ook wel even een toch vernieuwende wereld en een vernieuwende stap. De taak, dat moet je dan toch ook wel even aan wennen, hè, als je als nieuwe Rijkswaterstaat er binnenkomt. Het gaat over wat is je taak, wat doe je dan als Rijkswaterstaat, wat is dan onze positie in het spel, hoe hebben we dat dan georganiseerd. En ik vind de mooiste term die ik het afgelopen jaar gehoord heb wel, dat wij het Rijkswaterschap zouden zijn. Weet je, is ook een beetje te verbinden met al die handjes die net omhoog gingen. Verantwoordelijk voor de waterkeringen vanuit, nou ja, die in de Rijkseigendommen liggen en die in Rijksverantwoordelijkheid liggen. Eigenlijk dezelfde taak die we daar met elkaar hebben en daar samen in optrekken. Maar nog belangrijker is, weet je, ook de verbinding die we dan met elkaar moeten maken, omdat een kering, nou ja, dat weten jullie als geen ander, nooit op zich staat, maar altijd een systeem van keringen is. En de Rijkskeringen zijn over het algemeen onderdeeltjes van het grotere verhaal. Dus we hebben een onwijs grote samenwerking met elkaar te doen. Dat is niet alleen af en toe elkaar opzoeken, maar dat is ook met elkaar ontwikkelen, met elkaar bouwen, met elkaar snappen in welke turbulente tijden we zitten en van daaruit... samen keuzes maken, samen richting bepalen. Want ja, weet je, Rijkswaterstaat is een tanker. Ik denk dat jullie organisaties dat vaak ook wel zijn. Het is onwijs belangrijk om met elkaar, als je een stap zet, dat echt wel in dezelfde richting te doen, dezelfde beweging in te zetten. Want als het ene schip de ene kant op vaart en de andere tanker de andere kant op, weet je, dat gaat wel heel lang duren voordat we iets voor elkaar krijgen. Dus weet je, daar zit ook wel een soort van persoonlijke ambitie wat dat betreft. Rijkswaterstaat, dan weet je hoe we dat dan doen. Ik weet, ja, er zijn een paar mensen die een handje opstaken, maar er zullen ongetwijfeld heel veel mensen zijn die van buiten Rijkswaterstaat onwijs veel beelden over ons hebben. Ik kwam binnen en ik dacht, dit is de organisatie die al 225 jaar asset management doet, die echt wel weet hoe dit werkt. Oh, daar gaan al mensen lachen. Dat is ook interessant. Ik ben blijkbaar naïver dan ik dacht. Toen ik...
En ik merkte, wat ik persoonlijk, maar goed, weet je, dat is even, we zijn onder elkaar en niemand filmt. Nou ja, goed, binnen met Zoom zijn we onder elkaar. Weet je, wat ik heel erg merkte is, Rijkswaterstaat is weliswaar een asset management organisatie op papier. En alle taken van een goede asset manager zijn ook wel vervuld. Maar wat ik heel erg veel zie, is dat wij bezig zijn met een heel klein stukje. Een klein stukje beheer en onderhoud, een klein stukje specialiteit dit, specialiteit dat, specialiteit zo. En dat met name de hele asset management cyclus sluiten van aanleg, onderhoud, beetje vervangen, renovatie, sloop, afvoeren, cradle-to-cradle werk. Dat is zo versnipperd georganiseerd dat je eigenlijk nauwelijks over echt asset management, integraal asset management kan spreken. Maar veelal echt optimalisatie op de eigen postzegel. Dat is een beweging waar je, nou ja, even met alle respect, nog wel mee wegkomt als het geld tegen de plinten klotst en er ruimte is. Maar daar komen we nu niet meer weg. Weet je, wij hebben een grote opgave. We hebben zowel in al mijn andere arealen, maar ook in de arealen rondom het waterveiligheidsstuk, hebben wij een enorme vervangingsopgave. We hebben heel veel werk te doen met veel te weinig mensen. Dat zullen jullie allemaal beamen, dat zullen jullie allemaal merken. En ook nog eens een keer met de financiële uitdaging. Er is onwijs goed nieuws voor Rijkswaterstaat gekomen afgelopen week over de budgetten voor de komende 8 jaar. En dat is veel meer dan dat we tot nu toe hebben gehad. En het is veel te weinig om al het achterstallig onderhoud wat we hebben in te lopen. Met andere woorden, we kunnen doen wat we moeten doen, maar niet wat we hadden moeten doen. En dat is een zorg, want dat betekent dat er heel veel dingen onder water, letterlijk soms, niet zichtbaar zijn. En waar we echt wel zorgen over hebben wat daar de staat van wordt en wat de staat daarvan is. En dat betekent dat we met elkaar creatief moeten zijn, werk met werk maken, samenwerken, weet je, creatief dingen in de markt zetten. Ik kan me zomaar voorstellen dat we als waterschap en Rijkswaterstaat samen dingen gaan contracteren, omdat we er 1 opdracht van maken en daarmee ook gewoon de markt beter benutten en gebruiken. Weet je, wie mijn kaartje wil, zometeen in de pauze. Maar hier zitten wel mogelijkheden wat mij betreft. En de kern is, zet dingen buiten neer op de markt. Zorg dat ze gebouwd worden, zorg dat, dat er gewerkt wordt buiten. Weet je, praten, plannen maken in turbulente tijden, super verleidelijk. Weet je, ik wil het nog een klein beetje beter uitzoeken. Ik wil nog precies weten hoe het zit. Wat is dan de daarvoor? Is die 2 mm extra zeespiegelstijging die er op ons afkomt dan nou significant en moeten we weer wat gaan doen? Ja, dat is zo. Ja, dat is relevant. Maar als dat leidt tot, weet je, analyse, leidt tot paralyse, met andere woorden, ik bevries en ik doe niks meer, weet je, dan ben je nog verder van huis. Basisboodschap. En hoe gaan we dan om in die turbulente tijden met deze manier van werken en met deze manier van doen? Volgens mij is dat de basis van waarom wij al 20 jaar, weet je, niet met dezelfde mensen, maar wel met hetzelfde vakgenoten bij elkaar komen. Waarom we 20 jaar al dit spel hier met elkaar doen. Dat is weten wat er speelt, van elkaar leren, terugkijken, vooruitkijken, goede plannen maken, goede keuzes maken, bouwen, bouwen, bouwen en gaan. Weet je, en dat is volgens mij, dat begint hier, dat begint bij jullie. En als ik mag zeggen, dat is eigenlijk ook wel de rode draad van de dag. We gaan zo meteen met Patrick aan de slag om te kijken wat kunnen we leren van een aantal proeven. We gaan ook kijken met welke mensen zitten we over 20 jaar in deze zaal. En vanuit daar hoop ik dat we weer een stapje maken naar de toekomst van waterveiligheid en waterkeren.